Hoi en goed dat je kijkt. Zondag 8 november zal in alle wijken een missionaire dienst gehouden worden. In deze dienst zal de vraag centraal staan: hoe kan jij iemand die niet gelooft toch bereiken met het geloof? De kerk heeft een missie en is daarom ook missionair. Jezus zond zijn leerlingen erop uit om het goede nieuws van het koninkrijk te delen en om zo ook verschillende mensen te bereiken met het woord. En zo mogen wij ook als kerk deze missie delen. We hebben aan verschillende gemeenteleden gevraagd wat hun visie op dit onderwerp is en hoe zij deze vraag zouden beantwoorden. Spreken over God vind ik persoonlijk best wel moeilijk. Er zit bij mij best wel een schroom om zomaar met iemand over God te spreken. Tegelijkertijd is het niet zomaar een optie, denk ik. Het is echt een opdracht, ook wel echt een Bijbelse opdracht. Omdat je bijvoorbeeld in Handelingen 4 ook leest, de woorden van Petrus. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel dan die van Jezus Christus, waardoor we kunnen zalig worden. Dus het gaat nog wel ergens om. En daarom denk ik dat er wel veel over te zeggen valt. En dat er ook echt wel een spanning in het woord te vinden is. Van niet alleen een optie, maar juist echt ook een opdracht. Dus we moeten er iets mee. Nou, wat ons vooral echt heel veel inspireert, is ook zijn de vervolgde christenen. Je hebt natuurlijk organisaties als SDOK en Open Doors die ook verhalen daarover delen. Momenteel lees ik zelf het dagboekje van SDOK, IMN. Ik moet zeggen dat ik daar wel heel erg door geïnspireerd word. Als je ziet hoe christenen in vervolgde landen worden gemarteld, zelfs tot de dood toe. Omdat ze het evangelie delen met anderen. Dat je denkt van waarom, wat doe ik moeilijk? En waarom doe ik dat niet? Zo las ik bijvoorbeeld een verhaal over een meisje, dat heette Sarah, uit Iran. En die deelde het gewoon in de bus. Met alle gevolgen van dien. Dat is natuurlijk gevaarlijk om dat te doen. Maar ze had zoiets, iedereen moet het heerlijke evangelie horen van Jezus Christus. En dan denk ik wel van dat moet ik ook doen. En dat zet mij wel daartoe aan ook. Ik denk zelf ook dat we ook bij onszelf, als het gaat over het thema, wel moeten nadenken over de vraag: wat heb ik nu eigenlijk met God? Vind ik het moeilijk om over God te praten? Ja, waar zou dat dan aan kunnen liggen? Heeft dat soms te maken met de manier waarop ik met God omga? Stille tijd en de nauwe relatie met hem, die zou in ons een vuur aan moeten wakkeren van de Heilige Geest. Hè? Waardoor we zeggen, dit nieuws, dat moet ik kwijt. Dat moet ik delen met de anderen. En als die schroom toch nog wel heel erg groot is, kan het best denk ik goed zijn om eens bij mezelf en misschien ook anderen bij zichzelf de vraag te stellen: moet die relatie met de Heer niet wat meer geïntensiveerd worden? Moet die Heilige Geest niet meer de ruimte krijgen in mijn leven? Dus als het gaat om getuigen, is dat denk ik ook wel een confronterende vraag. Hoe staat het met mijn relatie met de Heer? En gaat het goed op dat gebied? En heeft de Heilige Geest ook voldoende ruimte in mijn leven om mij ook te kunnen laten getuigen? Het belangrijkste is, denken wij, door met je doen en laten te laten zien dat je anders bent als de wereld. Dat betekent dat we ons niet vastpinnen op deze wereld. Dus dat we een toekomst hebben. Dus het is niet nodig om alles uit deze wereld en uit ons leven te halen wat erin zit. Maar verder te kijken na dit leven, zeg maar. En daarin ook op een gezonde manier juist mensen jaloers maken, zeg maar. Dat ze in gaan zien wat het geloof je kan geven en kan brengen en hoeveel vreugde daarin ligt. Ook belangrijk in deze tijd. Waarin natuurlijk vragen en ook de drang, zeg maar, terug naar de zaakjes vroeger heel erg groot is. Maar juist hierin kunnen we als christenen een licht uitstralen wat zegt van, joh, het is niet hier waar we voor moeten leven, maar richt je op de toekomst. Kijk verder als een coronacrisis of wat er dan nog komt.
En haal je vreugde en zegen en troost bij God vandaan? Ik denk dat wij ongelovige mensen met geloof kunnen bereiken door vrucht te dragen in ons leven. Om vrucht te dragen is denk ik heel erg belangrijk om ons houvast te vinden in de Heer Jezus Christus. En als we ons houvast daarin vinden, dan kunnen we vrucht dragen. Bijvoorbeeld de vruchten van de geest zijn denk ik daarin heel belangrijk. Dat is in Galaten 5 zijn dat liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als we die vruchten uitstralen, kunnen we denk ik iets laten zien, iets uitstralen van wie de Heer Jezus Christus is. En ik geloof dat de Heer Jezus dat wil gebruiken om andere mensen te bereiken. En misschien denk je bij jezelf van ja, dat vind ik heel moeilijk en ik faal daar ook vaak in. En dan vind ik het heel mooi dat de Heer Jezus in Johannes 15 zegt dat hij, als wij vrucht dragen, als we in hem blijven en vrucht dragen, dat hij ons ook zal reinigen, zodat we nog meer vrucht kunnen dragen. Wij zijn gelovig. Wij zijn volgelingen van de Heer Jezus geworden. En wat daar nou bijzonder aan is, dat is van dat wij eigenlijk zelf het evangelie zijn. We hebben zeg maar het beeld op onze kerk, hè? Dus waar wij zondag samenkomen. En als je nou die kerk ziet, dan zie je zeg maar een horizontaal iets in het gebouw, maar ook een verticaal iets in het gebouw. En dat verticale, dat roept bij mij altijd zeg maar het gericht zijn op God. He, dus de heenwijzen naar boven, naar God in de hemel. En dat horizontale, dat zie ik altijd zeg maar, als zeg maar, de mensen hier op aarde om elkaar heen en door elkaar heen. Nou, en zo mogen wij zeg maar, als gemeente mogen wij in die kerk samenkomen. En zijn wij zeg maar, dat horizontale, hè, die gemeente, die kerk, die groep mensen die op God gericht is. He, want het is namelijk ook zo dat zeg maar, zo'n kerk, die zie ik ook als een heenwijzer naar God voor de mensen die niet in de kerk komen. Nou, en ik denk, als wij nou zeg maar onszelf een beetje vergelijken zeg maar, met dat kerkgebouw, hè, dus waar wij samenkomen, dan mogen wij zeg maar eigenlijk heenwijzers naar God zijn. En dat doen wij heel eenvoudig door ons leven te leven als christen. Dus wij hoeven niet elke dag met die Bijbel onder ons arm rond te sjouwen. Hè, dus met een Bijbel onder ons arm naar je werk te gaan. Nee, wij zijn die Bijbel. Hè, dus wij mogen van genade leven. Want de Heer Jezus is in ons leven gekomen. En gaan wij ook genadig worden naar onze omgeving. Wij hebben de liefde van Jezus ontvangen. Dus wij gaan ook die liefde naar onze omgeving uitspreiden. En wij hebben van God barmhartigheid ontvangen. Dus wij worden ook barmhartig. He, als in die zin zou je kunnen zeggen dat de vrucht van de geest, he, zoals dat in Galaten 5, zeg maar, dat lijstje opgenoemd wordt door Paulus. Als dat zeg maar werkelijkheid in ons leven wordt, dan zijn wij het evangelie. En dan gaan mensen gaan zeg maar nieuwsgierig worden. En de ene keer, dan mag je zeg maar zomaar in de ene keer een gesprek op je werk hebben. En de andere keer komt iemand gewoon met een heel concrete vraag van joh, ik weet dat jij gelovig bent. Help mij. Vertel mij. De andere kant is, he, als je zeg maar aan mij vraagt van joh, maar hoe doe je dat nou? Dan zijn er ook wel gewoon dingen die we gewoon heel praktisch toe kunnen passen. En van de week hadden we catechisatie en toen heb ik zeg maar de groep ook verteld van op het moment dat wij, omdat ons hart gericht is op de Heer Jezus en wij elke morgen zeg maar bidden van Heer, mag ik deze dag opnieuw tot zegen zijn voor de mensen die u mij laat ontmoeten. Als je dat met je hele hart bidt, dan gaat God ook werkelijk jou tot zegen laten zijn voor de mensen die je ontmoet.